kijkers, Botlek TV, Link Media, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Afhankelijk van wanneer u kijkt, Spijkenisse. Het is koud hier aan de buitenkant. Het begint ook een klein beetje te miezelen. Terwijl het daar binnen ontzettend warm is en gezellig. Mooie zitjes, vriendelijke mensen, enzovoort, enzovoort. Naast mij de klimaatburgemeester, benoemd door minister Jette van welk ministerie? Nou, klimaat, hè? Van klimaat. Ja. Heeft meneer Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse, gemeente Nissewaard, recentelijk benoemd tot klimaatburgemeester. Dus ja, wat is dan leuker en meer voor de hand liggend, dat we dan binnen in het stadhuis, staat er zo mooi op, van de gemeente Nissewaard daar gaan zitten, dat we daar welkom zijn. En dat we daar een praatje houden, maar u bent niet welkom. Nou ja, vooralsnog niet. We zijn nog aan het spreken over de voorwaarden waaronder we met elkaar samenwerken. Dat ziet er overigens wel goed uit, hoor. Ik denk dat we er wel uitkomen. Maar tot die tijd hebben ze toch liever dat ik jullie buiten te woord sta. Maar onder voorwaarden, moet u onder voorwaarden van de gemeente Nissewaard uw werk gaan doen? Nou ja, nee, natuurlijk niet. Daar gaat de gemeente natuurlijk niet over, want ik ben benoemd door de minister. Dus dat is simpel. Maar goed, ik ga er ook geen punt van maken. We moeten gewoon vooruit en zorgen dat een klimaatburgemeester goed zijn werk kan doen. Positieve bijdrage kan leveren aan een groen Spijkenisse en Nissewaard. Ja, dus nou, meneer Blokhuizen geeft al aan. Die wil heel graag samenwerken met de gemeente Nissewaard. En dat willen wij natuurlijk ook van Botlek TV, Link Media. Jammer dat het wel hier zo koud is. Dat gesprek had veel eerder moeten plaatsvinden, toch? Ja, maar ja, het loopt zoals het loopt. En zover ik weet gaan we de komende week met elkaar in gesprek over hoe we met elkaar samen optrekken. Zullen we gewoon maar even naar het stadhuis kijken? Dat u daar uw intrek over een poos gaat doen. Misschien in een van de kamers krijgen, een eigen kamer. Ja, je weet het maar nooit. En dat we nu eventjes de warmte op gaan zoeken van een plek waar we wel welkom zijn. De Boekenberg Bibliotheek in Spijkenisse. Gaat u mee? Tjongejonge, wat is het lekker warm hier zo. Dat is veel beter als buiten, hè, te staan voor het stadhuis. We zijn in de Boekenberg met een prachtige achtergrond. Er is van alles hier te doen op basis van klimaatactiviteiten in positieve zin. Een energiebesparende wasmachine achter ons. En de klimaatburgemeester, want daar gaat het uiteindelijk om, dames en heren. De klimaatburgemeester, recent benoemd door minister Rob Jette. En inwoner van Spijkenisse. Hoe lang al, Alfred Blokhuizen? Dat ik in Spijkenisse woon? Ja. Al sinds 1992. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Getogenleienaar. Dus dat wel. Maar zeker geworteld hier in Spijkenisse, Nissewaard. Ja. Getrouwd, huisje en gewoon echt helemaal ingeburgerd in de gemeente inmiddels Nissewaard. Ja. Voorheen Spijkenisse. Zeker. Ja. Klimaatburgemeester. Hoe word je dat? Moet je daarvoor studeren? Krijg je een uitnodiging? Is dat een jongensdroom? Nou, eigenlijk geen van allen. Nee? Nee, er werd opeens een oproep gedaan door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Of mensen zich kandidaat wilden stellen. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik vind, dat is mooi. Ik heb hier een mooie loopbaan als oud gemeenteraadslid en als statenlid. Dus ik ken alle spelers ongeveer op het klimaatveld. Ik denk, ik heb wat minder te doen. Laat ik dat nou eens oppakken om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Om de gemeente groener te maken. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Welke skills moet je hebben? Sowieso affiniteit met het klimaat natuurlijk. Nou ja, je moet natuurlijk ook zaken goed kunnen uitleggen. En je moet natuurlijk van onbesproken gedrag zijn. Dus dat zijn zo'n beetje de criteria. En voor de rest, je moet je weg maar weten te vinden. Want het klimaatburgemeesterschap is nog maar voor het tweede jaar. Dus dat is ook best voor het ministerie best wel nieuw. Van onbesproken gedrag. Een VOG-verklaring is noodzakelijk. Nee, zo gaat het niet. Maar je moet natuurlijk, als je benoemd bent, niet allerlei gekke dingen oppoppen. Van dat je in de criminaliteit hebt gezeten of zo. Hè? Dus nee, zo erg is het ook weer niet. Maar je moet wel een goed voorbeeld kunnen zijn. Uw voorganger, dat was Ria Berkhout. Een gedreven persoon. Heeft hele mooie kleinschalige zaken op de kaart gezet. Deed dat met veel passie en met veel plezier. Laat het nu aan u over. Voor in ieder geval een jaar of word je nou voor langer benoemd? Nee, dat ligt er maar aan. Als ik me misschien volgend jaar, als ik het leuk vind
en een leuke resultaat haal, misschien kandideer ik me voor het volgende jaar. En dan ligt het in de reden dat het ministerie zegt, nou, het is allemaal goed gegaan, ga lekker door. Ja, want een echte burgemeester wordt voor 4 of 6 jaar wordt hij benoemd. Ja, ja, zeker. En 6 jaar. En dit is natuurlijk per jaar. En het is ook vrijwilligerswerk, hè? Dus je kunt ook niet zeggen van, goh, we gaan heel erg lang vooruit plannen. Onbezoldigd, oftewel niet betaald, toch? Je krijgt er helemaal niks voor, behalve hopelijk een beetje eer van je werk. Nou ja, dat is denk ik wel een goede ande, want het is een eervolle baan. En wat zijn nou zo een beetje de kernpunten, de speerpunten van u, waar u dadelijk mee gaat beginnen en waar de mensen u van gaan leren kennen? Nou ja, ik ga in ieder geval overal op bezoek, luisteren naar wat speelt er, wat hebben jullie nodig om groener te kunnen zijn, kan dat gewoon door mensen bij elkaar te brengen. Of heb je daar het gemeentebestuur bij nodig? En als het gemeentebestuur daarbij nodig is, dan halen we die er natuurlijk bij. En gaan we kijken of dat gaat lukken. Maar ook het op de tafel leggen van al die groene mogelijkheden die er zijn. En die gewoon hartstikke leuk zijn. En haalbaar en betaalbaar. En in sommige gevallen zelfs waar je als burger geld mee verdient. Dus al dat soort zaken op tafel brengen. Uw voorganger, die zei in haar epiloog, kom maar op met die windmolens. Daar is een hele discussie over hier op Putten. En maak er maar 5 van, want iedereen die wil zijn telefoon opladen, die heeft stroom nodig. Staat u daar ook zo in? Zeker. Het is ook een hele moedige uitspraak. Hè? Dus dit meegaan in wat de mensen vinden, maar je eigen verantwoordelijkheid pakken. En ze heeft gewoon gezegd, inderdaad, we hebben toch allemaal die elektriciteit nodig. Ja, dan moeten we daar ook offers voor brengen. Het is niet anders. En daar heeft ze zeker een punt. En daar sta ik volledig achter. En zoals ik al zei, ik vind het heel moedig dat ze dat heeft gezegd. Ja, is het ook moedig van de wethouder waar klimaat, energie onder valt, Chris Hottentot, om ook voor 5 windmolens te gaan? Want hij heeft ooit gezegd, meer als 3 en ik ben weg. En ik begrijp dat ik deze vraag aan hem moet stellen, maar de vraag aan u is dat ook moedig? Dat hij ervoor gaat staan? Nou, dat vind ik inderdaad heel knap. Ik weet dat wethouder Hottentot in zijn leven als gemeenteraadslid heel heftig oppositie heeft gevoerd tegen het komen van de windturbines. En nu is hij wethouder, heeft hij een andere verantwoordelijkheid en nu gaat hij staan voor wat er democratisch is besloten. En dat is vooral heel moedig en prijzenswaardig. Hij loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. En dat vind ik heel erg meevallen van deze wethouder. En ik heb hem vandaag, toen wij hier in de Boekenberg waren bij de opening van Green Friday, heb ik hem er ook mee gecomplimenteerd. Want dat vraagt ook lef om tegen de stroom in te zeggen, dames en heren, zo zit het en niet anders. Klimaat begint bij jezelf, kan ik me zo voorstellen. Wat heeft u er zelf aan gedaan in huis, om huis, samen of niet met uw vrouw? Ja, ik vind het altijd een beetje lastig, want dat wordt een beetje borstklopperij. Maar ik was wel een van de eerste 400 eigenaren in Nederland van een half elektrische auto. Hè? De Prius, dat is alweer 28 jaar geleden. Wij hadden 28 jaar geleden als eerste in de gemeente zonnepanelen, waarop zelfs vragen zijn in de raad over horizonvervuiling. Nou, wie heeft het daar nu nog over? Ja. Dus en nu, zoals de stand nu is, hebben wij een voorschotnota van Green Choice, onze leverancier van elektriciteit, geen gas, want we zijn al van het gas af, terwijl de hele buurt nog aan het gas is, van 0 euro. Dus wij draaien 0 op de meter, terwijl we ook nog een elektrische auto hebben. Dus het kan klimaatneutraal, kun je leven als je dat... Ja, maar daar moet je wel geld voor hebben, hè? Want niet iedereen is in staat om een elektrische auto aan te schaffen. Die beginnen zo een beetje tegenwoordig bij 40.000 euro. En dan krijg je 2950 euro overheidssubsidie. Volstrekt onvoldoende, kan ik me zo voorstellen. Zeker. En ik heb ook begrepen dat er heel wat politieke partijen zijn die in de komende verkiezingen, dat is ook een mooie keuze voor iedereen, om daar iets aan te doen. Kijk, ik heb het makkelijk gehad. We hebben het goed. Dus wij kunnen dat doen. We hebben die mazzel. Maar we moeten die mazzel ook andere mensen gunnen en het ook mogelijk maken. En er zijn natuurlijk mogelijkheden om beter te subsidiëren. En bijvoorbeeld niet te tornen aan, als je zonnepanelen hebt, aan de terugleverregelingen. Ja, daar moet je gewoon vanaf blijven, vind ik. Dus we moeten het met elkaar allemaal doen.
En het is mogelijk en daar moeten we elkaar bij helpen. En waar we het zelf niet kunnen, hebben we een overheid die ons daarbij helpt. En daar gaan we natuurlijk voor inzetten. U heeft ook iets met vliegen. Nou, misschien heeft u wel niets met vliegen, want u hebt een functie binnen de zeg maar anti-luchtvaartactiviteiten. U mag zelf even vertellen wat dat precies inhoudt. Vandaag ook op het nieuws recent dus eigenlijk dat er geen bonuspunten meer moeten worden gegeven aan mensen die veel vliegen. Ja? Mogen we nog vliegen of is het alleen maar vliegen vangen? Nou, vliegen vangen, dat is... ik ben goed bevriend met Partij voor de Dieren ook. Onder andere, dat doen we dan maar niet. Maar het is... ik ben niet tegen vliegen. Nee, helemaal niet. Ik heb zelf ook gevlogen. En natuurlijk. Maar het is een beetje uit de hand gelopen. Als jij voor 29 euro 4000 kilometer kunt vliegen, dan is er iets mis. Want je kunt voor 29 euro nog niet eens naar Groningen met de trein. Dat is daar scheef gelopen. En omdat het daar scheef gelopen is, is het totaal uit de hand gelopen qua aantallen vliegbewegingen. En vorige week, of twee weken geleden, verscheen ook een rapport van de GGD Gor, waarin staat dat mensen in de omgeving van de luchthavens ziek worden van de herrie en de luchtvervuiling. En het is een Tata Steel dingetje. En dan, of een Gemoers ding aan het worden vliegen. Daar moet of een botlekgebied achter ons. Ja, nou ja, hier hebben we dan niet zoveel last van met die zuidwestenwind. Dat waait allemaal fijn de andere kant op. Maar in tegenstelling tot de luchtvaart heeft bijvoorbeeld Shell wel degelijk de laatste tientallen jaren iets gedaan aan de luchtvervuiling. Want we weten met z'n allen nog dat als we uit de botlekte of uit de Benelux-tunnel kwamen, dan reden een damp in. Dat is al heel lang niet meer zo. Dus Shell heeft daar ook het nodige aan gedaan. Of misschien nog te weinig. Maar ze hebben er wat aan gedaan. Maar bij de luchtvaart is dat niet mogelijk. En daardoor en door die grote aantallen is het uit de hand gelopen. En we moeten minder vliegen. We mogen vooral wel blijven vliegen, maar minder. En dan komen we een heel, heel eind. Ja, het is een stokpaardje. Dat weten heel veel mensen die blokhuizen beter kennen. Dichter bij huis, wat zouden we als gemeente in Issewaard hieraan kunnen doen? Niet moeten doen, maar kunnen doen op korte termijn. Gestel heel snel het gesprek met Chris Hottentot, met Fort van Oosten. Jullie komen eruit met elkaar. Er komt een prachtig compromis waar iedereen zich in kan vinden. Nou, en wat ligt er dan op tafel om uitgevoerd te worden? Nou, zoals ik al zei, mijn taak is vooral om al die groene initiatieven op tafel te krijgen, om ze uit te dragen en waar het kan bij elkaar te brengen. En te laten zien aan mensen dat het gewoon kan. En het grappige is, ik ben nog maar amper benoemd en ik krijg al mails van mensen met geweldige ideeën. Maar ook mensen die zeggen ernstig zorgen maken over de bomenkap in de gemeente. Daar moeten we met z'n allen wat mee. Dat wil niet zeggen dat ik daar een doorslaggevende stem in heb, want daar gaat de gemeenteraad natuurlijk uiteindelijk over. Maar ik kan natuurlijk de gemeenteraadsleden helpen wijzen op wat er speelt in de samenleving. En ik kan de burgers wijzen op waar ze terecht kunnen. En als er goede ideeën zijn om iets op te lossen, dan moeten we dat gewoon doen. En zoals ik al zei, er zijn heel veel dingen die je heel gemakkelijk kunt doen. En als er geen geld voor is, omdat je het niet hebt, dan moeten we als samenleving de mensen helpen dat te kunnen doen. Onder andere met wippen, tegelwippen. De meer groen terugbrengen, waardoor de waterstand op peil blijft, dat soort zaken. Nou, niet alleen dat, maar met tegelwippen verlaag je ook de temperatuur in de stad. Wij weten het heel goed in onze eigen buurt. Wij hebben zelf een hele groene tuin samen met onze buren. In de zomer is de temperatuur in ons huis 3 graden lager dan bij de buren. Alleen maar omdat we hebben natuurlijk ook tegels, maar niet de hele tuin. En de buren hebben het helemaal betegeld. Ja, dat is gewoon zonde. En je raakt ook het water, gaat het riool in. En we zien het tegenwoordig al vaker dat de overloopvijvers veel te vol lopen. Ja. En dat is dus een probleem. Vlak voordat wij met elkaar in gesprek gingen, was u al eerder hier in de Boekenberg. Dat had ook alles te maken met klimaat, heb ik begrepen. Want het decor hebben we mogen lenen. De prullenbakken staan er nog. Wat was dat? Nou, dat was Green Friday. Dat is de tegenhanger van Black Friday. Een heel mooi initiatief. Black Friday, een goed initiatief? Nee, dat Green Friday. Oh, ja. Dat Green Friday. Een heel goed initiatief om te laten zien van, nou, misschien moet je maar eens een keer wat minder kopen. Misschien kun je ook eens
wat recyclen. Misschien kun je iets repareren. Bijvoorbeeld hè, hier een afvaardiging die flink aan het klussen waren van een repaircafé. Ja. Een kledingruilen, tweedehands kleding van Rattenplan. Een ruilsysteem, mevrouw had een ruilsysteem. En dat soort zaken. En dan was hier een heuse modeshow. En dan zie je dus dat je hele mooie tweedehands kleding heet dat dan. Of vintage, hoe je het maar noemen wil. Kun je hele leuke dingen doen zonder dat het veel geld kost. En je het niet weg hoeft te gooien. Nou, dat zijn van die dingen waar we met z'n allen gewoon wat mee kunnen doen. Kost niks. En daar worden we alleen maar heel vrolijk van. En dan bespaar je het milieu. En ook nog eens een keer, zoals ik al zei, je eigen portemonnee ook nog eens. Nou, gratis tip van de klimaatburgemeester Alfred Blokhuizen. We gaan u ongetwijfeld nog vaak zien in Nissewaard. Nissewaard is groter dan Spijkenisse, dus ook in Heemvliet, in Geervliet, Zuidland, Abbebroek, Biert. Waar dan ook op het hele eiland gaat u hem zien. Ja. En ongetwijfeld ook horen. Ja, en als ze me willen bereiken, de mensen thuis, dat kan. Ik heb een speciaal e-mailadres, klimaat@alfredblokhuizen.nl. Heb je tips, vragen? Mail me gewoon. Ik ben voor jullie thuis bereikbaar. U heeft het gehoord. Voor alles is er een e-mailadres. Behalve voor bedreigingen. Dit was Botlek TV, Link Media. Tot ziens.